kom op nou. Ga nou. Kom nou. Kom op, Mikey. Nog één keer. Doe het voor mij. Ik heb echt te veel kaas op. En nu gaat hij voor een nieuw wereldrecord. Dit keer springt hij over 3 Ninja Turtles. Niet te geloven dat we hierin getrapt zijn. Ha! Boeiekesja! Wat gebeurt hier allemaal? Frenzy! Hoe vaak heb ik nou al gezegd dat er niet geskate mag worden in ons hol? Nooit, Sensei. Ik zou het ook niet hoeven zeggen. Het spijt ons, Sensei. We hadden inderdaad beter moeten weten. En we hebben zeker straf verdiend. Een beetje. En wat zou jij dan een goede straf vinden? Nou, we zouden de rotzooi kunnen opruimen. En dan nadenken over onze fouten. Ja, opruimen. Zo erg was het niet. Geen probleem. Wat dachten jullie van een week binnenblijven? Oh, ik weet niet of dat... Dat klinkt nadenken bij het... Waar is dat niet een beetje streng? Jullie blijven een week binnen. Oh. Wat is er? Dit is Polka! Laat het ophouden! Laat het ophouden! Dank je. Nou is het genoeg. Ik ben weg. Waar ga jij heen? We mogen niet naar boven. Boeit me niet. Ik word echt knettergek van het niks doen. Laten we gaan skaten. Gaan skaten? Strak plan, man. Hoe denk je dat Splinter reageert? Ik weet van niks. Ze moeten zijn weggeglipt toen ik lag te slapen. Ja, heel stoer. Maar ik ben je leider. En ik heb besloten. We blijven mooi hier. Ja, normaal volgen we je. Maar nu gaan we. Omdat ik jullie leider ben, ga ik dus mee om jullie te beschermen tegen de slechte dingen. Wat is er? Weer die polka! Hier moet echt gauw nieuwe muziek op. Wat? Welke nieuwe muziek? Wees nou eens stil, jongens! Krijg nou wat! Er staan al duizenden liedjes op en hij blijft maar nieuwe liedjes downloaden. Dus? Dus ik heb hem niet ingesteld op downloaden. Hij configureert zichzelf, denk ik. Het is die chip. Weet je wat ik denk? Het is geweldig! Jongens, we zijn ninja's, weet je nog? We bewegen snel. En nog belangrijker, in stilte. Dat was niet erg stil, Leo. Knieën hoger, Leonardo. Uitrekken, Michelangelo. Raphael, noem je dat een Koho Tenkai? Het lijkt nergens op. Au, Jammer! Willen jullie me soms iets vertellen? Iets wat we willen vertellen? Nee. Jullie lijken wel moe. Wel nee. Klaar wakker. Fris als een hoentje. Dan hebben jullie vast geen bezwaar tegen een potje randori. Ik hoop dat jullie geleerd hebben, Turtles, dat niet alleen de waarheid pijn doet. Voor een ninja kan alles een wapen zijn. Maar wat moeten we dan doen? Ik wil dat jullie het onbekende omarmen. Wissel van wapens. Kijk, ik ben Leo. Jongens, we moeten stil zijn.
Ninja's zijn stil. Stil nou. Zo klink ik helemaal niet. Ja, daarom lachen we ook. Want zo belachelijk zou jij nooit klinken. Opstellen nu. Hajime! Nou! Yame! Dat lijkt nergens op. Jullie blijven voorlopig zo vechten. Dat maakt je creatiever en veelzijdiger. Ja, is moeilijker dan je denkt, hè? Ik kan het best wel, hoor. Auw! Uh-oh, sms van je weet wel wie. SMS van iedereen behalve Mikey weet wel wie. Heeft hij nog iets te melden? De pulverizer heeft ontdekt waar de voet gaat toeslaan. Krijg nou wat. Is hij toch nog nuttig? Ja, maar hij kan niet in de voet blijven. Ze maken hem af. En dit soort informatie, Donnie? Is dat het risico niet waard? Maar wij lopen zelf helemaal geen risico. De pulverizer wel. Weet ik. Perfect geregeld, toch? Oké. We zullen doen wat hij zegt. En dan bevrijden we die arme jongen uit de voet. Mag ik even? Ik heb het zwaard nu. Ik neem hier de beslissingen. Wat Leo zegt. Oké. Wees op je hoede. Wees op je hoede. Wow! Ah, gelukkig. Jullie hebben mijn sms gekregen. Ik heb nog meer belangrijke informatie voor jullie. Dat is mooi, maar je moet hier eerst weg. Ik denk dat we zelf ook maar beter weg kunnen gaan. Blijf achter ons staan. Help! Het zijn de turtles. Ze houden me vast. Help! Sorry, gasten. Anders weten ze wie ik ben. Niet cool, gast. Verspreiden! Ik heb de zwaarden en ik zeg terugtrekken. Dat je de zwaarden hebt, maak je nog geen leider. Hier! Maar prima idee. Terugtrekken! Wow! Loop niet zo met dat ding te zwaaien! Moet jij nodig zeggen? Oh, sorry. Mijn fout. Oh, dit wordt hem niet. Wissel wapens. Gasten, mutagen. De Foot Clan steelt mutagen. Shredder met mutagen. Oh, dat is niet best. Dus, jullie hebben niet gedaan wat ik zei. Sensei, we snappen het niet. Wat leren we nou van vechten met een ander wapen? Het gaat toch hartstikke goed zo? Jullie snappen blijkbaar nog steeds het doel van die les niet. Dan leren jullie je maar aanpassen door te vechten zonder wapen. Wat? Inleveren je wapen. Nu! Dat was een makkie. En ik heb het laserkanon niet eens gebruikt. Geef maar toe, met dit ding ben ik onoverwinnelijk. Oh ja? Doe niet zo flauw. Sensei, mag ik Metalhead het vanavond buiten uitproberen? Dat mag. Dat is echt niet eerlijk. U kunt niet... Wacht, wat? Jij hebt dit nieuwe wapen gemaakt. Laat nu maar eens zien wat hij kan. Geweldig! Dank u, sensei. Maar alleen om te testen. Gebruik hem niet in een gevecht. Dat beloof ik, sensei. Je gaat hem wel in een gevecht gebruiken, hè?
Echt wel. Zullen we even teruggaan? Er is nog één autoalarm niet afgegaan. Nou, ik vind het wel leuk. Past goed bij alle sirenes en noodkreten. Oh, kom op. Jullie zijn gewoon vet jaloers. Jullie verkleuren me daarvan de kou, terwijl ik Mikey's laatste stuk pizza eet. Hey! Wauw! Hallo? Jongens, stil. Er komt iemand. Jongens, ik ben het. April. Gelukkig, ik zocht jullie al. Maakt minder lawaai dan de echte Donatello. Wat is dat voor ding? Het is Donnie's nieuwste briljante uitvinding, Metalhead. Leuke naam, hè? Dat was mijn idee. Oh, sorry April. Ik weet nog niet goed hoe ik hem moet besturen. Oeps! De megafoonknop zat vast. Kom mee. Ja! We gaan die kraan inmaken. Wat? Donnie, jij kan echt niet mee. Metalhead is te onhandig. Hij loopt alleen maar in de weg. Onhandig? Dat was expres om het tegendeel te bewijzen. Jij blijft mooi hier, Donnie. Nee! Ik krijg geen signaal meer. Wat doet die kraan daar? Horen jullie mij? Wegwezen daar! Kom op, kom op. Misschien kan ik het omzeilen. Donatello, geen tijd meer voor spelletjes. U heeft gelijk. Mijn broers hebben me nodig. Wacht. Hier. Grijpen jullie die robots? Ik pak Metalhead. Boeiekesja! Klinkt raar als hij het zegt. Als jij het zegt ook, hoor. Wat zit je dwars, Donatello? Dit is allemaal mijn schuld, Sensei. Jij bent verantwoordelijk, ja. Ja. Verantwoordelijk voor het vernietigen van het mutagen. Verantwoordelijk voor het redden van de mensen van deze stad. Verantwoordelijk voor het uitschakelen van geavanceerde technologie met intelligentie, dapperheid en een stok. Bedankt, Sensei. Misschien heeft u gelijk. Heb ik ook. Ik denk dat met de juiste training niets beter is dan een houten stok. Stok. Dat hoort hij helemaal niet te doen! Rennen!